Hey, fijn dat je weer kijkt. In deze video ga ik een van de vragen beantwoorden die tijdens de wekelijkse live QA-sessies zijn gesteld. Wil je daar de volgende keer bij zijn? Druk dan even op de subscribe-knop. Vergeet het belletje niet, zodat ik jouw vraag de volgende keer ook kan beantwoorden. Heb je meer dringende hulp nodig? Uh, of wil je dat ik jouw bedrijf, jouw business, één op één naar een hoger niveau ga tillen? Stuur me even een bericht op Facebook. De links staan in de omschrijving. Voor nu, veel kijkplezier. Dit vraag je waarschijnlijk omdat er nu rond de zomer is. En de zomer is vaak een dipje in de sales. Dat zie je elk jaar terug, behalve uiteraard de seizoensproducten die in de zomer het heel goed doen. Uh, maar ik denk dat jij staat te popelen op Q4. Q4 uh, is wanneer het echt drukker gaat worden. En het begint al rond november. En het wordt elk jaar iets eerder. Um, denk een beetje uh, denk aan um, uh, Black Friday, Summer Monday. Rond die periode gaan de sales echt opkrikken. Maar uh, webshops. En Winkels zijn ieder jaar iets eerder erbij. Ze trekken dan een hele maand november of zelfs al oktober erbij om sales te gaan opkrikken. Dus, Q4 is de eerstvolgende boost in sales die je gaat zien. Um, echter, wees nu al voorbereid erop, anders ben je te laat. Um, met mijn 1-op-1 coachingstudenten uh, zijn we nu al volop bezig met inkopen doen voor Q4 of plannen maken voor Q4. Met, met, met sommigen uh, was ik zelfs een maand, twee maanden geleden al begonnen met het voorbereiden hiervan. Uh, aangezien er een aantal zaken zijn waar je rekening mee moet houden. Ten eerste, uh, het wordt hartstikke druk rond die periode. Dus de logistieke kosten gaan omhoog. Um, de fabrieken daar heb je ontzettend druk want heel de wereld. Uh, ja, Wil die Chinese fabriek aanzetten om producten te creëren voor Q4? En daarnaast moet je realiseren: um, begin volgend jaar, 1 februari, is Chinees nieuwjaar. Dus dan ligt het land uh, twee weken plat. Officieel twee weken plat, want uh, da, da, dat is Chinese nieuwjaar van 1 februari tot halverwege februari. Maar vaak zijn de fabrieken al twee weken eerder dicht en gaan pas twee weken daarna weer langzaam op gang komen. Dus het hele land ligt een maand à twee maanden plat. Dus daar moet je ook al rekening mee houden. Dus je moet nu al gaan inkopen voor Q4 en Q1. Dus vandaar dat dat zo belangrijk is om. Uh, alle stappen in gang te zetten. En ieder jaar uh, vallen hier een hoop verkopers af... Uh, die hier geen rekening mee houden of niet genoeg rekening mee houden. Dus dat is iets uh, fundamenteels dat ik nu met mijn 1-op-1 coachingstudenten ook naga... om alle stappen goed op orde te krijgen. Um, want het is gewoon een essentiële periode. Dus ik hoop dat je hier wat aan hebt. Succes met de voorbereidingen. Wacht, voordat je wegklikt, ik wil je wat vragen. Heb je waarde uit deze video gehaald? En zou je meer gratis content van me willen zien? Druk dan even op die like-knop. Dat waardeer ik ontzettend. En ik beloof dan dat ik mijn best doe om meer gratis, waardevolle content te plaatsen voor je. Zodat jij er wat aan hebt, zodat ik blij word, jij blij wordt, iedereen blij wordt. Dus druk even op die like-knop. Bedankt.